De laatste woorden die George Orwell ooit neerschreef. At 50, everyone has the face they deserve. Daarmee bedoelde hij dat op 50 jaar een mens getekend is voor de rest van zijn leven. Maar hoe oud is hij geworden? 46. Hij was 46. Hij is in ieder geval jonger gestorven dan Xavier Waterslagers. Was hij keizer toen hij stierf? Volgens de officiële versie toe quoque filimi. Maar dat zei hij niet. Toen hij het mes in zijn lijf kreeg, zei awaai mijn klote, maar dan in het Latijn. Hij heeft waarschijnlijk niets gezegd. Hè? 40 messteken, je krijgt er enkel nog een doodschreutel uit. Keizer heeft niets gezegd, want ze hebben hem de keel overgesneden in de Iden van Maart. Nostradamus, die had een laatste voorspelling gedaan, die zei, morgen ben ik hier niet meer. En hij had gelijk. Dat kan ik ook zeggen, ik ben niet Nostradamus. Maar binnen 2 seconden ben ik hier niet meer. Ik zie je schouder. Telefoon! Donderdag, ik heb het genoteerd. En wel, ik zie u ook graag in de garage. Marie-Antoinette, die kende, hè? Marie-Antoinette was de Oostenrijkse vrouw van Louis VI, denk ik. Die ze een kop afgedaan hebben, hè? Ze is inderdaad gestorven door de guillotine. Ze is gestorven door de guillotine. Maar wat waren haar laatste woorden? Toen ze haar kop op de blok lei, zei ze, let op dat men permanent niet in de war geraakt. Dat zei ze. Onderweg naar de guillotine heeft ze op de voet gestaan van de beul. Dus haar laatste woorden zijn, pardonnez-moi, monsieur. Dat was de officiële titel van de beul, monsieur. Wij zijn toch ook messieurs? Nee. De koning, dat is niet monsieur, dat is sire. Hoe zouden wij dan genoemd worden in der tijd? Boerkes gelijk wij. Wij waren les sans-culottes. Wij waren de mensen die geen broek droegen. Ik ben nog steeds een sans-culotte. Het nieuwe, dat gelanceerd werd door de vorige president, hoe heette hem daar, die een ouderige... Hollande. François Hollande. Die lachte met de mensen avec les sans dents. De mensen die geen geld hadden om zich tanden te kunnen betalen. Daarmee lachte hij. En nu zullen de mensen ingedeeld worden les sans virus en les avec virus. Uw favoriete persoon in de geschiedenis, Winston Churchill. Hij had prachtige one-liners. Hij was een keer zat en daar was een dame, Lady Esther, die zei, sir, you are drunken. Ja, zegt hem, vanavond ben ik zat. Maar morgen zal ik terug nuchter zijn. Maar jij zult nog altijd lelijk blijven. En de tweede one-liner die hij ook zei tegen een vrouw. Lady Esther. Die zei, meneer Churchill, jij bent zo'n abject persoon. Moest ik met u getrouwd zijn, ik zou vergeven in u eten doen. En Churchill zei, moest ik met u getrouwd zijn, ik zou het opeten. Op zo'n mens kun je niet kwaad zijn. Was een andere Nobelprijswinnaar literatuur. Voor de one-liners. Hij schreef ook de almanak. Alle mopjes op de almanak, dat was hij. Op de druivelaar scheurkalender. Ja. Hij heeft ook voor het Palieterke gewerkt, de moppenrubriek. Ongetwijfeld. Onder zijn pseudoniem WC. Hij had als laatste woorden, I'm bored with it all. Verveelt mij. Oh ja, het was ongeveer hetzelfde. Caesar zei, amai mijn kloten. En hij zei, tank hier mijn kloten uit. Weet je wat dat Nero zijn laatste woorden waren? Waar is Ademar? Dat is verwijzing naar... Nero. Ja. Ja. Ja, van Marx Leen. Ik wil Ademar aan mijn sterfbed. Maar madame Pijp mag niet meer komen. Zijn laatste woorden waren qualis artifex perio, wat een artiest gaat er met mij heen. Nero had een ego. Ik had nog een laatste vraag. Gezien dat jij toch al meer dan 18 jaar bent en we leven te midden de coronacrisis, zult je waarschijnlijk binnenkort sterven. Hebt jij al nagedacht over uw bekende laatste woorden? Mijn laatste woorden zullen zijn, ik heb spek aan mijn kloten. Zoals Caesar en Churchill. Je bent bij de grote. De grote kloten. Oké, dank u wel voor deze les. Volgende keer leer ik u hoe dat je een omelet moet bakken. Ik zal aan de lijn leggen.